Geachte collega, beste student en kijker, ik begroet jullie vanuit mijn kantoor in de Venusstraat 35 in Antwerpen, want daar is de vrijzinnige dienst van de Universiteit Antwerpen gehuisvest. Ik wil jullie graag uitnodigen op een aantal activiteiten tijdens de maand november die een vrijzinnig humanistische kijk op lijden en sterven belichten. Of zijn jullie net als kardinaal Daneels van mening dat door zomaar uit het leven te stappen men niet antwoordt op het probleem van lijden en dood en dat het omzeilen van het lijden geen heldendaad is, nog voer voor frontpagina nieuws? Met deze verzuurde woorden reageerde Daneels namelijk op de dood van Hugo Claus. Claus, die zoals u weet gekozen had voor een milde dood en euthanasie liet uitvoeren. Vrijzinnig humanisten daarentegen pleiten voor persoonlijke vrijheid bij het bepalen van de zin en de kwaliteit van het leven. Dat betekent concreet dat we mensen willen steunen met palliatieve zorg wanneer zij lijden en dat lijden tot het einde wensen te dragen, maar ook wanneer dat lijden niet als zinvol wordt ervaren, we mensen het recht geven om euthanasie te vragen. Met welk recht immers zouden wij in de plaats van iemand anders kunnen bepalen of zijn of haar leven nog zin heeft? Is het bepalen van die vraag niet een individuele opdracht en heeft een ieder niet het recht op morele autonomie? Wie verder wil nadenken over deze vragen of de vrijzinnige antwoorden beter wil leren kennen, nodig ik uit tijdens de maand november op de stadscampus van de Universiteit Antwerpen. Meer bepaald in de Rode Straat 14, aula R004, waar alle activiteiten zullen doorgaan. Die starten allemaal om 8 uur 's avonds en zijn gratis. Op 5 november bijvoorbeeld spelen we Mar Adentro. Een aangrijpende Spaanse film over een man die vanaf de nek is verlamd en ondanks de liefde en de goede zorgen waarmee hij wordt omringd, toch uit het leven wenst te stappen. En daarvoor een moedige strijd voert tegen kerkelijke en rechterlijke autoriteiten die zijn vraag naar een milde dood afwijzen en verbieden. De film won maar liefst 58 keer een onderscheiding op een filmfestival. En Javier Bardem, want zo slecht is mijn Spaans en zo heet ook de mannelijke hoofdrolspeler, won in Venetië de prijs voor de beste mannelijke hoofdrol. De film won ook de Oscar voor de beste buitenlandse film. Kijkt u mee naar een fragment. Mar adentro. Mar adentro. Y en la ingravidez del fondo, donde se cumplen los sueños, se juntan dos voluntades para cumplir un deseo. Un beso enciende la vida con un relámpago y un trueno. Y en una metamorfosis, mi cuerpo no es ya mi cuerpo. Es como penetrar al centro del universo. El abrazo más pueril y el más puro de los besos, hasta vernos reducidos en un único deseo. Tu mirada y mi mirada, como un eco repitiendo sin palabras, más adentro, hasta el más allá del todo, por la sangre y por los huesos. Pero me despierto siempre, y siempre quiero estar muerto, para seguir con mi boca enredada en tus cabellos. Ramón, ¿por qué morir? De film wordt ingeleid door professor Philip Meers. Die heeft niet alleen de flair van een echte filmster, hij doseert ook aan de Universiteit Antwerpen wereldcinema, geschiedenis en esthetiek van de film en filmtheorie. Kortom, de geknipte man om voor u die film te kaderen. Op 12 november zal kersvers emeritus professor Joris Gerrits het hebben over pijn en lijden in de poëzie. Professor Gerrits doseerde aan de Universiteit Antwerpen en is ook auteur van 365, een dagboekroman waarin hij verslag brengt van de pijn en het lijden, maar ook van de hoop en de levenslust van een noodlottig jaar waarin hij uit de echt scheidde, waarin hij slokdarmkanker overwon en waarin hij zijn twee zonen die in de psychiatrie zaten probeerde bij te staan. Professor Gerrits schreef naar aanleiding van de dood van Claus een editoriaal in het tijdschrift Streven. Hij brengt voor jullie het gedicht Repetitie.
repetitie. Ik wil dood, zoals 45% van de Belgen. Ik heb niemand. Omdat je nooit in liefde hebt geïnvesteerd, liefje. Ik begin. Ga verder. Sodium thiopental. Zo, je bent bijna buiten Westen. Dan pancuroniumbromide. Je longen begeven. Dan potassiumchloride. En je hart houdt op. Dat kan ik nooit onthouden. Op 19 november is psychiater Peter Dont, die verbonden is aan het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen, te gast. Hij heeft het over pijn. Wat is pijn? Hoe ontstaat pijn en wat kunnen we eraan doen? Welke pijnmedicatie bestaat er? Hoe werkt die pijnmedicatie? Wat zijn eventueel de nevenwerkingen? Of kunnen we ook pijn onderdrukken door bijvoorbeeld te mediteren? Op 26 november is professor Wim Disselmans van de Vrije Universiteit Brussel bij ons te gast. Hij zal het hebben over medische handelingen met betrekking tot het levenseinde. Denk daarbij aan palliatieve zorg, palliatieve sedatie, het niet opstarten of het stopzetten van een behandeling en euthanasie. Wat zijn de verschillen? Waar heb je recht op als patiënt? De eerste palliatieve thuisequipe die ooit is opgericht geweest in Vlaanderen en in Brussel, is een equipe die ontstaan is op de faculteit geneeskunde van de VUB. Ja. En is opgericht door mevrouw Lisette Kustermans. En dan spreken we van exact 20 jaar terug, 1988. Men spreekt altijd van andere figuren uit andere hoek. Men spreekt van zuster Leontine, die in het Sint-Jaans ziekenhuis een hospice heeft opgericht enzovoort. Dat hospice van zuster Leontine is zeer waardevol. Maar is opgericht in 1990, 2 jaar later, dan dat er vanuit de groep van de faculteit geneeskunde van de VUB al met palliatieve zorg bezig. Het is het volledige levenseinde dat overkoepeld wordt. En het voordeel is, en ik vind dat eigenlijk heel handig, dat wij geen restricties hebben. Wij zeggen niet, wij zijn voor euthanasie of wij zijn voor palliatieve zorg. Nee, wij zijn voor een waardig levenseinde voor iedereen.